Hallo, dit is NL Lifestyle en ik heb Jenny hier weer naast me staan. Ik heb het teruggevraagd, want ik wilde toch meer weten. Look for the Tide, het is sociaal maatschappelijk verantwoord ondernemer. Want je hebt een mooi verhaal. Vertel. De vorige keer had ik al verteld dat we sociaal bezig zijn en alles wordt lokaal geproduceerd in drie verschillende wijken in Rotterdam. 010, hè? 010. Ja, 010. En van onze reststoffen worden ook hoeden geproduceerd en hoofdbanden. En het mooie daarvan is, we hebben een hoed ontworpen voor de Daniel de Hoed. Ah. En op die manier een joet voor de Daniel de Hoed. Dus hij kost hij een joet? Nee, hij is €29,95 en daar gaat dan €10 naar de Daniel de Hoed. Leuk. En daar gaan dan de kosten af en de betaling van degene die ze maken. Het is... Show de Hoed. Grote hoed. Dat is echt de Hans Klok. Dus je kan hem recht dragen, maar het is niet zo grappig. Hij is ook leuk. Maar als je er even geen zin in hebt... koekoek. Omhoog. Ja, kijk. Zo. Dan kan je hem voordragen. Je kan hem omhoog dragen. Je kan hem schuin dragen. De andere kant op. Of een Alicia Keyhoed ervan maken. Hij is cool, hè? Ja. Dat is echt leuk. Maar we dachten zo van, nou, je hebt tegenwoordig als mensen chemokuur krijgen, dan is het meestal een sjaal eromheen, een band. En dat vonden we net iets, dan vinden we het net, te ziek uitzien. Ze zijn ook wel ziek. En ze zijn ook herstellende. Ja. Maar dan hadden ze zoiets van, ja, als je dan toch naar buiten wil, wil je toch wel lekker warm zijn. Ja, het blijft goed heel zitten. Mooi uit. Ja. En het grappige is, je kan hem ook gewoon zo, je kan hem gewoon zo in je tas stoppen. Dat is het leuke. Gewoon lekker plat. Ja, gewoon ideaal. Plat en het maakt niet uit. Nou, dus, volgens mij zijn ze er heel blij mee. Ja. Ja. En we hebben in de krant gestaan daarmee. Cool. Op de voorpagina van Rotterdamse Haveloos, ja. Gers. Dat is een blad. Dat is een ander blad. Nou, hartstikke gaaf. Ik denk, jongens, vooral ook op je website te vinden, dit? Nee, wel op Facebook, dresscode 010. Ja. En daar kan je... Kan bestellen. Ja. Nou, heel gaaf. Dankjewel. Graag gedaan. Ik vond het een hele mooie afsluiting. Super bedankt. Oké, tot de volgende keer. Dankjewel. Jou bedankt. Leuk, hè? Ik wil hem ook.